De gemeente Bergendal heeft vandaag 2 elektrische auto's aangeschaft. De gemeente wil in 2050 energie-neutraal zijn en die auto's moeten hieraan bijdragen. Wethouder Erik Weijers heeft de auto's officieel in ontvangst genomen. De gemeente Bergendal heeft hele hoge ambities als het gaat over verduurzaming. We willen in 2050 energie-neutraal zijn. Dan verwachten we dat onze inwoners en onze bedrijven dat net zo doen als de gemeente dat gaat doen. En op het moment dat je dat van inwoners en van bedrijven verwacht, dan moet je ook als gemeente zelf het goede voorbeeld geven. Dus wij hebben vanaf vandaag beschikking over 2 volledig elektrische auto's. Alle afspraken die een gemeenteambtenaar heeft buitenshuis, daarvoor kan hij vanaf nu deze auto gebruiken. We hebben ze geleased bij een Groesbeekse autodealer. Dus we proberen ook de lokale werkgelegenheid hiermee een extra impuls te geven. De auto's die worden geparkeerd in de parkeergarage. Daar zijn 2 vaste plekken gereserveerd, plus een laadpaal. Dus daar staan ze, in principe staan ze altijd, als ze niet gebruikt worden, staan ze binnen in de parkeergarage. We hebben een energievisie, die wordt eind van half volgende maand vastgesteld. Daar is een plan van aanpak bij geschreven, die wordt dan ook vastgesteld. Daar gaan we de eerste 4 jaar mee aan de slag. Daarnaast wordt er besloten om een duurzaamheidslening beschikbaar te stellen voor inwoners van de gemeente om hun huizen te verduurzamen. Dan gaan we nog aan de slag met laadpalen, dus laadpalen in de openbare ruimte, om die voor inwoners beschikbaar te maken. En zo zijn we met tal van zaken bezig om onze gemeente te verduurzamen.